Beide ploegen stonden ook al eerder dit seizoen tegenover elkaar in Limburg. De eerste wedstrijd van de competitie, oftewel het debuut van WK1 in de topklasse, werd het 2-3 voor de ploeg van Hendrik Oosting. En deze Jan Hooiveld maakte toen de winnende treffer in blessuretijd. Dit na 7 minuten een fantastische voorzet op Anton Jongsma. En zo staat het 1-0 voor WKE. Schitterende actie van Jan Hooiveld en heel goed afgemaakt door Anton Jongsma. Met alweer zijn 4e van het seizoen. WKE oppermachtig in de beginfase van deze wedstrijd. Goed combinatievoetbal. Buurmeijer na amper 10 minuten en die bedenkt dan dit op de lat. Doelman Schoolmeesters was volstrekt kansloos geweest. Maar die heeft een gelukje. Maar WKE drukt dan door. Dit na een kwartier opnieuw Jan Hooiveld. Weer de achterlijn halen. De controle is niet al te best. Maar dan staat daar weer Anton Jongsma. Zo ongelooflijk goed. En dan met een zwabberbal is het 2-0. En zo lijkt deze wedstrijd in een vroeg stadium al beslist. EVV komt er helemaal niet aan te pas. Maar dan lijkt de tij een heel klein beetje te keren. EVV iets sterker. En met name dan die nummer 16. Hier aan de bal, Evelijn. En die maakt dan heel makkelijk een doelpunt. 2-1. Jeroen Evelijn. Zijn elftal weer van het seizoen. Let ook even op Zimmerman. Die komt er aardig gevaarlijk in glijden. Maar gelukkig voor hem scoort Evelijn wel. Want anders had hij wel eens een rode kaart kunnen krijgen. Voor deze overtreding en een penalty tegen. WKE blijft dan doordrukken, ook blijft EVV vrij gevaarlijk, want dit is vlak voor rust, de 3-1. Berend Oosting, ook hij met zijn 5e van het seizoen. Begin tweede helft, WKE weer gevaarlijk, hier Jan Hooiveld, Schoolmeesters is dan net op tijd terug, zo lijkt het. En dan nog in de rebound, Anton Jongsma, maar het blijft bij 3-1. Niveau daalt dan wel iets. WKE niet meer zo goed als in die openingsfase van de eerste helft. En dan ruikt EVV natuurlijk bloed met Jeroen Evelijn. Dat is 2. En de stand is dan teruggebracht naar 3-2. Goeie linksbuiten van de ploeg uit Limburg. De ploeg ontloopt elkaar niet zo heel erg veel op de ranglijst. En dat is ook wel te zien, want dit is Evelijn opnieuw. Na 55 minuten staat het gewoon 3-3. Wie had dat gedacht na de eerste 20 minuten van WKE, die zo ongelooflijk goed waren. En EVV gaat door met weer een beauty van Jeroen Evelijn. Dat is 4. En belangrijker nog, de stand 3-4. En wat die zo mooi is, nog even een keer in de herhaling. Het wegkop in eerste instantie nog wel van WKE. Barton met het overzicht, de nummer 10. En dan, ja, hoe mooi kun je hem raken? Diederik Bangma voor de 4e keer geklopt. En invulde is gekomen met nummer 5. Terwijl hij toch de laatste weken zo uitstekend staat te keepen. Die doelman van WKE. Maar WKE geeft niet op. Dit is de 86e minuut. Verdediger en aanvoerder Martijn Dobbelsum naar voren gestuurd. En met de gelijkmaker. Knotsgekke wedstrijd. Met veel doelpunten. En dat vindt het publiek in Emmen natuurlijk geweldig. Laatste wedstrijd voor de winterstop. Dobbelsum met de gelijkmaker. En iedereen weet het dan ook in Emmen. Er moet nog een doelpunt vallen. Maar voor wie? De crosspaas. Dobbelsum verlengt. En dan invallen Jeroen Buurke. Een kwartier voor tijd ingekomen. Vindt de bal op tijd. En maakt dan in de laatste minuut de 5-4. Buurke loopt goed door. Slecht verdedigd natuurlijk door EVV. De doelman Schoolmeester zit er ook naast. En Jeroen Buurke maakt zijn eerste doelpunt in de topklasse. En WKE wint van EVV met 5-4. Ik was even de bal kwijt. En toen zag ik ineens mijn rol. En ik dacht, nou gaat hij erin. Ik dacht, dat is mijn eerste doelpunt van topklasse. En ik dacht, direct goede invalbeurt weer. Vorige week ook wel goed ingevallen. De trainer geeft me weer een kans. Zo doen we.